Zo, alles ingesteld. We gaan een frappante DVS'er gaan we ophalen en meenemen. Ja, dat jong. Dat heeft wel wat betekend voor DVS, maar DVS betekende ook heel veel voor hem. Dat is wel heel leuk. Hij is wel veel te jong om afscheid te nemen van DVS, maar goed. Carrière. Kijk, daar staat hij al klaar. Het Hof van Ot. Nooit geweten. Hé, hey, Joran. Goedemorgen. Hallo, jongen. Joran van Santen, om helemaal volledig te zijn. Ja. Ja, kijk, goed opgevoed, hè. Ja. Duimpje om. Ja, zeker. Zou Max die ook eigenlijk altijd wel om hebben? Ja, denk ik toch wel, of niet? Ja, ik denk het wel. He? Zou ze wel gewoon een gordel hebben? Veiligheidsvoorschriften. Ja, hè. Ja. Zo, Joran. Pittig weekje. Voor je, of niet? Ja, laatste weekje was wel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ook voornamelijk vorige week, dinsdag, toen wist ik het zelf eigenlijk al. Ja. Ik heb net definitieve toestemming gekregen van het bestuur, TC, et cetera. Ja. En toen wist ik het zelf al, en had ik de groep nog niet verteld. Ja. En toen stond ik wel heel erg dubbel op het veld van, Ja. Dit gaat een van de laatste keren worden, terwijl de rest het niet weet. Ja. En dat is dan wel heel gek. Dat is heel gek, ja. Ik heb het donderdag dan verteld aan de groep na de wedstrijd tegen Spakenburg. Ja. Was heel mooi hoor, ik kreeg een mooi applaus van iedereen en alleen maar positieve reacties. Ja. Dus dat was heel mooi en vanaf dat moment dan weet iedereen dat. En dan, ja goed, dan zijn die laatste trainingen ook wel apart, maar het is altijd iets anders. Ja. Ik vond je gisteravond behoorlijk fit bezig. Ja. In tegenstelling tot dit seizoen. Want het een beetje pechseizoen. Dat is wel jammer, hè? Ja, maar goed, kijk, ik ben een aantal momenten gewoon. Ben ik geblesseerd geraakt. Een beetje ongelukkig. Ja. Maar goed, dat is niet de enige reden dat het voor mij niet helemaal een succesvol seizoen is geweest. Nou, wat was de andere reden dan? Nou, ik denk gewoon persoonlijk mijn eigen vorm. Ja. Kijk, in eerste instantie nieuwe trainer, nieuwe dingen allemaal. Ja. Maar ik kijk altijd wel eerst naar mezelf. En dat ja, ik heb niet de vorm behaald zoals ik die vorig seizoen, twee seizoen zelfs zeker heb behaald. Ja. Ja, als ik dat gewoon had behaald, weet ik zeker dat ik veel meer had kunnen spelen. Veel meer had gespeeld. Ja, zelfkritiek is altijd wel goed wat dat betreft. Maar jammer dat het... Dat je dan op deze manier ook een beetje afscheid moet nemen. Want ja. Ik vraag me af, als jij een vette basisplaats had gehad, hè? Ja, die vraag me. Of je dan ook zo makkelijk naar de TC was gestapt in verband met je carrière? Ja, kijk, ik weet het natuurlijk nooit zeker. Want het is heel makkelijk om te zeggen, maar ik weet eigenlijk voor 90% zeker van wel. Ja. Ook omdat, kijk, het is nu niet... Dus nu komt het voor de buitenwereld komt het best wel eens in één keer. Maar voor mezelf en voor mensen die wat dicht om me heen staan, die weten wel dat dit er al wat langer aan zat te komen. Ja. Of in ieder geval, kijk, volgend seizoen is er ook wel eens een keer over gesproken met Go Ahead. En ik heb voor mezelf altijd wel gerealiseerd van als ik hierin door wil en mezelf echt wil ontwikkelen en snel wil ontwikkelen, dan gaat dit er een keer aankomen. Ja. En moet dat van jezelf ook snel ontwikkelen? Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld op mijn werk, ik liep daar dan 3 dagen in de week. En daaromheen thuis, weet je, op papier was het gewoon 3 dagen in de week. Maar daaromheen thuis doe je gewoon heel veel dingen voor de leuk en ook wel gewoon voor werk. Maar ja, door het voetbal, en je hebt daarbij ook gewoon je rust nodig en om je kop leeg te maken. En je wil ook gewoon je leuke dingen met vrienden en gewoon een hele inrichting van je tijd, zeg maar. Ja. Liep ik gewoon heel vaak tegenaan van dat ik heel veel leuke dingen zag langskomen. Die ontwikkelingen gaan heel snel op het gebied van data en analyseren en dat soort dingen. Ja. Maar dat ik gewoon niet de tijd had om mezelf daarin te verdiepen. Ja. En als je op mijn werkgebied zeg maar ergens achterop komt te liggen en dat stapelt zich op, dan word je ook op een gegeven moment ook niet meer heel interessant voor andere clubs of voor dat wereldje. Jij hebt natuurlijk een studie gevolgd, maar je bent natuurlijk eigenlijk elke dag je aan het ontwikkelen verder. Je studeert eigenlijk elke dag. Ja, klopt. Kijk, dat heb ik ook wel mezelf voorgenomen. Ik vind het leuk om naar mijn werk te gaan, om iedere dag te doen wat ik moet doen. Ja. Maar het leukste is dat je, en dat vind ik ook het leukste aan mijn werk, dat je iedere dag
komen nieuwe dingen langs. Kun je nagaan denken over, oké, is dat voor ons realistisch? Ja. Oké, hoe kunnen we dat dan gaan implementeren binnen dat dagelijkse proces van, oké, wat ik moet doen en dat moet ik doen? Ja. En dat vind ik het allerleukste. En dat is een soort balans tussen wetenschap en praktijk. Leg nou eens even voor de DVS-TV-kijker uit wat je precies doet in ja, misschien zo Jip en Janneke taal, weet je wel. Of Ot, of van Ot en Sien, Ot en Sien taal. Ja, ik snap hem. Ja. In essentie wat ik doe is op basis van data die we verzamelen aan de hand van in principe tracking data. Dus en die data verzamelen we door middel van de spelers die een GPS-sensor en een hartslagsensor dragen. Ja. Op basis daarvan geef ik adviezen over de fysieke gesteldheid van spelers en trainingsadviezen over de teamperiodisering, maar ook individuele periodisering. Ja. Hoe we op welke manier en wanneer moeten gaan trainen. En in combinatie met die data, dus we weten van iedere speler bijvoorbeeld ook op welk moment in de tijd waar die op het veld is. Ja. En als je dat weet in combinatie met event data, en event data dat is eigenlijk de wedstrijd. Alle passes, alle duels, op die manier kun je objectief iets zeggen over de kwaliteit die is geleverd door de spelers tijdens een wedstrijd. Ja, ja. De spelers van tegenwoordig hebben eigenlijk bijna altijd wel wat om. Ja, als je nu kijkt in de eredivisie, je ziet heel vaak die hesjes. Ja. Wij dragen nog banden waarop die, dus hartslagbanden waarop die GPS-sensoren worden geplaatst. Ja. Hopelijk volgend seizoen krijgen we ook een beter systeem. Dus dat is ook een van de redenen waarin meer tijd gaat zitten. Ja. Dat je dan veel meer uit systemen kan halen. We krijgen een beter systeem met ook die hesjes. Ja. Nou, dat ziet er iets gepolijster uit en dat is ook voor het comfort van de spelers iets. Die dragen dat graag. Hey, en dat levert dusdanige resultaten op dat Go Ahead Eagles daar heil in ziet. Niet alleen Go Ahead Eagles doet dat, natuurlijk heel veel clubs ontwikkelen zich. Kijk, in principe begint het net als een fysiotherapeut wat algemeen geaccepteerd is, laat ik het even zo zeggen. Ja. Het begint iemand als ik gewoon ook algemeen geaccepteerd te worden in het voetbal. Ja. En eigenlijk het doel daarvan is eigenlijk, kun je scheiden in twee dingen. Is het voorkomen van blessures. Ja. En voorkomen. Het is gewoon een onderdeel van het blessurepreventieprogramma. Ja. Ja. En daarnaast het optimaliseren van de prestatie tijdens wedstrijden. Ja. En met die twee doelen, en de een is vaak wat makkelijker uit te leggen dan de ander. Het is best wel redelijk makkelijk uit te leggen van hoe je blessures kunt helpen reduceren, zeg maar. Ja. Kijk, wat we bijvoorbeeld doen is op basis van de data voorkomen dat er dat er grote schommelingen plaatsvinden in de belasting die wordt opgelegd aan de spelers. Ja. Dus bijvoorbeeld, wij meten iedere dag hoeveel afstanden de jongens hebben afgelegd. Ja. En je moet voorkomen dat daar grote schommelingen in plaatsvinden. Op het moment dat die schommeling te groot wordt, dan gaat de speler meer doen dan waar zijn lichaam op gehard is, zeggen we dan. Ja, ja. En dan heb je een grotere kans op een blessure. En op het moment dat je dat goed in kaart brengt, kun je dus die schommelingen voorkomen. Doordat je dus live tijdens de training met een iPad op het veld staat en kan zien wat de speler vandaag heeft gedaan. Ja. Daarnaast weet je wat hij vandaag kan doen. Ja. Om die schommeling niet te groot te laten worden. Ja. En kun je dus tijdens een training bijvoorbeeld live wel ingrijpen van, je moet uitstappen of jij moet iets meer gaan doen. Dat is wel interessant werk, ja. Ik... Ja, en dat is uiteindelijk toch heel op het voetbalveld. En dat dat vind ik het wel toch wel weer even wat bij je voorstellen. Ja. Heb je het idee dat je ooit nog wel eens gaat voetballen ergens? Of ga je überhaupt in een lager team? Of... Nou, ik ben van plan om met wat vrienden in de zaal te gaan voetballen. Ja. Ik heb het inschrijfformulier al liggen met Michael Moussa, Andries Berger. Even data verzamelen van jezelf, blessuregevoelig de zaal. Ja, de zaal is lastig. Je speelt met een dak en dan is GPS-signaal lastig. Ik heb mijn nieuwe knie aan te danken, onder andere. Ik trapte er weer een of andere lelystedeling niet in mijn schijnbeweging. En in de zaal. Zo'n poot bleef staan en boem, daar ging mijn knie. Ja, de zaal is wat dat betreft wel blessuregevoelig. Ja, dat bedoel ik dus. Hè. Ik moet mijn enkels voortaan zelf gaan intapen. Ja. Dat is geen probleem. Ja, nee. Maar dat is in eerste instantie mijn. Ik wil gewoon gaan kijken van. Dat is één keer in de week een avond. En daar haal ik heel veel plezier uit, denk ik. Ja. Met jongens die ik goed ken. Dus
daar kijk ik wel naar uit. Ja, mooi. Mooi. Ja, over jongens die je goed kent gesproken natuurlijk. Hè. Een bruggetje natuurlijk. We gaan het even over het verleden hebben. Ik vind van dat fotootje van Bert van Hunestein met jou als pupilletje. Ja. Het is toch wel een schattige foto. Ik heb hem wel vaak gezien hoor, maar dat ja. Klopt. Ja, die komt nu natuurlijk allemaal weer langs. Ja, 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 zeker vorig jaar, volgens mij 3 jaar geleden met de aanstelling van Bert. Ja. Was dat wel heel grappig dat het dan op dat moment weer samenkomt. Ja, dat is het inderdaad. Ja. Ja. En samen is gekomen. Je hebt een mooie tijd gehad bij DVS. Ja, ja, absoluut. Ja, vertel er eens wat over. Jeugd. Ja, heel lange tijd ook. Ik ben bij de Bambino's inderdaad begonnen. Toen was ik denk ik ja, 4, 5. Ja. Nou, ik ben nu 24, dus in totaal 20 jaar met dan kort een uitstapje naar FC Groningen. Ja. Nou, ik heb een hele mooie tijd gehad. Ik moet wel zeggen, op jonge leeftijd zag ik al veel jongens zeg maar al, hè, die naar een BVO gingen of op 14, 15-jarige leeftijd. Ja. Ik ben altijd bij DVS gebleven in die leeftijdscategorie. En desondanks heb ik me gewoon kunnen ontwikkelen tot een speler van DVS 1. Ja. En nou, ik heb gewoon een hele fijne tijd gehad ook, zeg maar, met vrienden die ik daarbij heb opgebouwd. Ja. Ik heb gewoon altijd hier kunnen blijven wonen in mijn eigen omgeving. En ook gewoon heel veel kunnen leren tijdens trainingen en wedstrijden van DVS. Ja. Wat gewoon een prima niveau was. We hebben altijd, zeker met onze lichting, tweede divisie niveau gespeeld. Nou, ja, dat weet ik nog wel. En dat waren hele mooie tijden. We hebben goed voetbal gespeeld. Ja. En, ik herinner me die bekerfinale in Schalkhaar. Nog even? Ja. Ja. Ja, dat was in de A1. Noem eens wat namen waarmee je heel lang gespeeld hebt. Roelof de Groot, Michael Moussa. Milan van der Maten. Dan noem je de 3 spelers die eigenlijk al min of meer. Ja, Roelof, ik weet niet hoe het daarmee is momenteel. Nee, die voetbal bij FC Horst nu. Ja, maar ja, die voetbalt hij nog wel? Ja, zeker. Die voetbal bij FC Horst. Ja. Hij heeft een enkel kwetsuur. Ja. Van hart in ieder geval. Ja. Doordat hem ook. Die is van de EVS naar VOG gegaan. En ja. Daar werd voor hem ook te zwaar om op dat niveau zeg maar, te blijven trainen voetballen. Ja. Michael Moussa voetbalt in de zaal. En Milan van der Maten inmiddels ook. Dus die jongens ga ik weer tegenkomen. Oh, dat wat leuk. Wat leuk. Hè? Dat is heel leuk. Heerlijk toch? Ik ben benieuwd hoe dat is om weer. Weet je, wat ik nu vaak op trainen heb met bepaalde jongens, een bepaalde klik. En dat je iemand een bal inspeelt en je weet precies wat die jongen ermee gaat doen. Ja. Op een gegeven moment bouw je dat op met zo iemand. En dat heb ik ook altijd gehad met dat soort jongens. En dat ga je nu weer tegenkomen in de zaal. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat is. Ja, mooi. Ik heb zelf altijd mijn jeugdtijd als mooiste ervaren en daarna senioren. Toen ging ik studeren in Arnhem Sportacademie en toen was ik er helemaal klaar mee. En dat is bij jou niet, hè? Nee. Kijk, ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat worden om dit, als dit wegvalt, 3 avonden in de week, zeg maar. Ja. Sporten, en, of in ieder geval dat trainen. Ja, het liefst zou ik het willen combineren, maar daarom wil ik in ieder geval ook wat blijven doen. Maar het is ook gewoon een, weet je, je zit best wel, het is ook gewoon je uitlaatklep. Ja. Op een gegeven moment worden het ook in ieder geval gedeelte van de groep en ook gewoon echt vrienden van je. En die zie je iedere avond. Ja. En dat is gewoon het leukste. En uiteindelijk het allerleukste vind ik gewoon dat je op het veld, in het positiespel, een goed voetbal op de mat kan leggen. Ja. En dan een bepaalde klik ontwikkelt met jongens. En dat je weet wat je van elkaar doet en dat je naar elkaar kijkt. En als je naar elkaar kijkt en je weet wat de ander wil en dat je de ander op een bepaalde manier inspeelt en je krijgt hem weer terug. Ja. Ja. En nou ben je natuurlijk je hele jeugd en met name de eerste jaren in de senioren een bepaald soort voetbal gewend. Ja. Dominant, een beetje de Barcelona of de Ajax manier, weet je wel. Ja. En toen kwam Richard Plug natuurlijk met een resultaat. Die wilde resultaten boeken. Ja, dat is wel een beetje een misvatting vind ik hoor. Ja, hè? Kijk, 5-3-2. Atalanta speelt ook 5-2-3. Ja, maar als je kijkt naar het hedendaagse voetbal zie je toch veel ploegen met 3 centrale verdedigers spelen en dan 2 mannen op de flanken die het veld groot houden. Ja. Ja, en kijk, uiteindelijk hadden wij denk ik in combinatie met de 3-5-2 niet gewoon het type spelers die dat systeem op een voetballende manier konden gaan uitvoeren. Ja. Ik denk dat dat een beetje, in ieder geval mijn kijk daarop is. In principe kun je met, of het nou 3-5-2 is of 5-3-2, ook gewoon heel verzorgd voetbal spelen. Ja.
Ja, kijk maar naar, ja, ik noem dan even Red Bull Leipzig. Die spelen ook regelmatig 3-4-3. Komt een beetje hetzelfde neer. Ja, in balbezit. In balbezit. Ja, zeker. En dan kun je ook heel veel zorgvoetbal mee spelen. Overal zijn, kunnen driehoekjes ontstaan op het veld. Ja. Alleen het vraagt best wel, volgens mij, een hoog denkniveau. Ja. Van hoe je constant moet bewegen ten opzichte van elkaar. Ja. Neem het Duitse elftal. Ja, het Duitse elftal ook. Oh, weet je, dat is prachtig om te zien. Machtig, mooi. En nou ja, goed, dat is dan helaas. Qua voetbal is het misschien niet altijd heel erg goed uitgepakt. Het resultaat was er wel. Ja. Maar ik ben het met je eens. Kijk, uiteindelijk voor ons pakt het misschien qua voetbal niet heel mooi en goed uit. Ja, dat klopt. Nee, we hebben wel een aantal ook. Hè. Morgen spelen we tegen Sparta. Vorige keer Sparta uit. Ja. Zat ik wel op de bank, maar de eerste helft. Echt, speelden we goed voetbal, hoor. Ja. Drongen hun helemaal terug. Dominant. Ja. Dominant voetbal ook weer. Ja. Dat hoor ik wel vaker. Moeten we iets nuanceren, denk ik. Zit je morgen op de bank, denk je? Ja. Ja, wanneer zend je het uit? Wanneer zend je het uit? Ja, ik hoop vanavond. Ja. Ik hoop dat Maarten... Sparta niet wijzer maken dan het is. Maar. Ja, zo is dat. Ja. Ik denk wel dat ik op de bank zit. Helaas, maar... Ja. Man, dat moet je toch wel wat doen, denk ik. Op de bank zitten? Ja, nee, maar ja dat. Maar ook gewoon het afscheid morgen. Ja, ja zeker. Kijk, ik vind het ook heel moeilijk om... ik merk het vooral als ik op het veld sta en de training is afgelopen. En denk ik alweer eentje minder. Ja, dat zijn de momenten. Nu, ik vind het gewoon heel moeilijk om voor te stellen hoe het is als ik dat ga missen. Maar morgen zal best wel, het zal echt wel een hele bijzondere dag worden. Ja. Constant ga ik wel realiseren, dit is de laatste keer, dit is de laatste keer. Ja. En dingen die eigenlijk heel normaal waren en die misschien op een gegeven moment ook wel, dat je dacht van die ga ik helemaal niet missen. Ja. Al die wedstrijdbesprekingen en altijd dingen in de, een warming-up en dat soort dingen. En nu ga je realiseren, dit is wel de laatste keer. Ja. En, maar nu met het verzamelen van al die data en ben je natuurlijk ook individueel ook met heel veel met spelers bezig. Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Of niet? Bij Go Ahead, ja. Ja, bij Go Ahead. Ja, natuurlijk. En dat is ook wat mooi. Ik weet gewoon waar ik het voor doe, zeg maar. Ja. Waarom ik stop met voetballen. Ja. En ik heb, ik vind zelf dat ik de allerleukste baan heb die er mee is. Dat meen ik echt. Ik heb gewoon, ik hou zoveel plezier uit mijn werk. Lekker dicht bij de sport, man. Ja, ik ga meestal 7:15 ben ik daar. Ja. En om meestal 5:00 trek ik de deur achter me dicht. Ja. En dan behaal ik dat de tijd zo snel is gegaan. Omdat de dag alweer voorbij is en dat ik niet nog veel meer uit mijn dag had kunnen halen. Oh, heerlijk toch? En dat is echt zo. En weet je, dus ik haal zoveel plezier uit mijn werk. Ja. En ik wil gewoon daarin stappen maken. Ja. En daarin wil de club ook stappen maken bij Go Ahead. Ja. En dan kan ik dus nog veel meer uit mijn werk gaan halen. Dus ik doe nu heel veel zelf bijvoorbeeld in Excel. Ja, is een beetje achterhaald. Ja. Terwijl als de club daarin wil investeren bijvoorbeeld, en dat willen ze, kan ik een aantal dingen veel sneller gaan uitwerken. Ja. Dus veel efficiënter gaan werken. Ja. Ja, dat soort dingen. Dat maakt het allemaal iets draaglijker dat je stopt met voetballen. Je voelt waarschijnlijk ook al wel waardering. Klinkt misschien gek om over jezelf te praten over waardering, maar dit is wel een soort waardering, hè, omdat ze jou echt fulltime willen hebben. Ja, klopt, absoluut. Kijk, ik ben als, even kijken, na mijn opleiding ben ik, of tijdens mijn opleiding ben ik begonnen als stagiair bij Feyenoord. Ja. Nou, daar heb ik gewoon heel veel echt geleerd. Ja. Vervolgens kon ik nogmaals stage lopen bij Go Ahead, maar dan meer in een uitvoerende functie. Mocht ik wat ik heb geleerd bij Feyenoord laten zien van, bij Go Ahead helden ze op dat vlak nog niemand. Laat maar zien wat je kunt toevoegen. Ja. Nou, en uiteindelijk spreekt het voor zich dat je wordt gewaardeerd op het moment dat je eerst een part-time contract krijgt naar aanleiding van je stage. Ja. En dan nu fulltime. Ja, machtig. En dat maakt het ook heel prettig werken. Je hebt die studie bewegingswetenschappen volledig afgesloten nu, hè? De bachelor heb ik volledig afgesloten. Ja. De master ben ik op de helft. Ja. Die ga ik dan nu stopzetten, maar is nog wel iets wat op het lijstje staat, zeg maar. Ja. Ook omdat ik weet dat bijvoorbeeld, zeker in het buitenland, is dat wel iets wat altijd wel gevraagd wordt, zeg maar. Als je in het buitenland wil gaan werken in een vakgebied, dan is een masterstudie, zeg maar,
als je die afgerond hebt, wel een plus. In Sie vielleicht nach Bayern München. Ja, mijn Duits is niet heel goed. Mijn Duits is niet heel goed, maar... Ja, Olympique Lyon, n'est-ce pas? Ja. Peut-être. Nee, weet je, daarom wil ik mezelf niet een grens stellen van... Ja, ik heb een masterstudie niet afgerond, dus ik kan eventueel ooit... Hè, want dat is wel een droom bijvoorbeeld om in het buitenland te werken. Altijd wel gericht op voetbal? Ja, zeker, zeker. Want ik kan me voorstellen, hè, ik heb dan altijd Jacori in mijn hoofd. Ja. Weet je wel, als je het hebt over data, ja. Schaatsen. Ja. Nou ja, die heeft natuurlijk ook wat dat betreft een imperium van schaatsers opgebouwd en begeleid. Klopt. Ja, ja, kijk, ik vind het juist voetbal. Omdat ik heb een voetbalachtergrond, waardoor ik een plus heb ten opzichte van een hoop andere bewegingswetenschappen. Ja. En het mooie van voetbal is, vind ik dat het analyseren van data met betrekking tot voetbal is gewoon heel anders ten opzichte van schaatsen, wielrennen, hardlopen. Ja. Dat zijn, de complexiteit is gewoon veel groter. Schaatsen is bijvoorbeeld een cyclische sport. Ja. Waarin ook de bijdrage van puur het fysieke aspect veel groter is. Ja. Dus op het moment dat jij op die manier traint, dan weet je gewoon dat je je weet van oké, op de training haal ik die tijden. Dan weet je ook dat je in de wedstrijd zulke grote kansen hebt om zilver te behalen of goud. Ja. En in voetbal ligt dat veel, veel genuanceerder, maar ook complexer. Ja. En die complexiteit vind ik juist heel interessant om die uit te diepen, zeg maar. Ja. Want dat is tactiek, dat is techniek en dat is dus ook visie. Had je ook bij die studie bewegingswetenschappen, kwamen daar ook afgestudeerde gymnastiekleraren tegen? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, toch? Kijk, ook mensen in mijn, die bij andere clubs op mijn werkplek zitten, die hebben vaak een achtergrond als gymdocent. En zijn vervolgens de studie bewegingswetenschappen gaan doen. Ja. Maar die hebben dus ook ervaring om voor een groep te gaan staan. Die doen dus bijvoorbeeld ook het werk om voor de groep te staan, om een warm-up te leiden. Om hersteltrainingen te leiden, om krachttrainingen te leiden. Ja. Die achtergrond heb ik niet. Maar goed, ik ben juist misschien iets meer gespecialiseerd in alles met betrekking tot data. Ja. En dat maakt mij weer, dat onderscheidt mij weer, zeg maar. Ja. Goh, interessant hoor. Potverdorie. Ja. Hey, die is zes jaar senior, hè? Ja. Of zeven. Ja, dit is mijn zesde seizoen. Ja, en zes trainers gehad, geloof ik, of zo? Cool. Even rekenen hoor. In de senioren. Ik begon bij Jan Veldhuizen. Ja, hè? Ja, ja, dat is wel een belangrijke trainer om te noemen voor mij, zeg maar. Die heeft me uiteindelijk de kans gegeven. Ik denk dat ik na vier wedstrijden raakte toen Richard geblesseerd. Ja. Toen mocht ik gelijk staan, toen kwam Richard terug. Ja. Toen kwam Richard er weer in. En Richard raakte nog een keer geblesseerd en vanaf dat moment heeft de trainer mij laten staan. Ja. En dat was wel een heel leerzaam jaar, ook met de mensen om me heen. Ik had Daan Huiskamp achter me, ik had Edmund Meini naast me, Ronald Hoep naast me. Ja. Ook een Soy kan voor me, ja. Yassin Koert. Oh. Weet je, dan, als je dan, ik was toen denk ik 17, 18 jaar. Ja. Nou, toen heb ik zoveel geleerd. En heel ook veel met mijn bagage vanuit Groningen, dat ik fysiek een jaar lang echt een stap heb gemaakt. Ja. Nou, ik denk dat wel een heel belangrijk jaar voor me is geweest. Ja. En natuurlijk met het kampioenschap. Dat hielp natuurlijk ook wel mee. Ja. Gaat Edmund nu ook weer even wat toevoegen? Ja, sfeer. Je ziet nu al te trainen dat hij dingen doet die niemand anders doet op de training. Ja. Hij maakt slidings in een rondo bijvoorbeeld. We zitten met z'n allen een beetje op te lachen. Maar dat is van hem de normaalste zaak van de wereld. En dat is wel... Dat is dan even een voorbeeld. Een slecht voorbeeld misschien, maar... Tijdens een partijspel, hoe hij jongens neerzet en ook de duels aangaat. Ja. Ja, dat zie je niemand anders doen tegenwoordig nog op een training. Hij voegt dat dus toe. Dat voegt hij toe, ja. In ieder geval. Mooi. En goed, hij zal zaterdag volgens mij niet bij de groep zijn, maar ik denk dat hij ook op wedstrijddagen bijvoorbeeld echt wel wat toe kan voegen. Ja. Ah, leuk hoor. Leuk. Nee, het voordeel van Jan Veldhuizen, zijn trainingen waren niet werelds of zo, maar nee, hij prepareerde jullie wel heel goed na die zaterdag toe. Ja, ja, hoofden leeg en wat en doe maar lekker wat je klopt. Wat in je opkomt. Ik denk dat een hoop jongens daarbij gebaat waren op dat moment. Ja. Voor vrijheid. Ja. Hij maakte bepaalde jongens ook gewoon heel belangrijk. Weet je? Ik bedoel, in dat jaar was ook geweldig. Ja.
En Maurice ook. Ja. Die maakte er volgens mij zo'n 30. Ja. Ja, dan heb je ook wel twee spelers in je elftal die echt het verschil kunnen maken. Ja. En die bleven fit. Ja. En de meeste van ons bleven fit. Ja. Ja, toen hebben we gewoon een mooi seizoen gehad. Jammer dat door wat voor oorzaken dan ook allemaal, daar hoeven we het allemaal helemaal niet meer over te hebben. Maar dat er toch dingen wat gingen wringen. Ja, dat is wel een tijd geleden. Maar weet je, op dat moment gingen we naar de topklasse. En dan werden er misschien wel andere dingen gevraagd waarin je niet meer op basis van dus de vaardigheden van de spelers de allerbeste spelers hebt, zeg maar. Ja. Ja, en dat je dus echt een, misschien, en dat was op dat moment Roeland wel de goede man, denk ik, ja, tactisch gezien, heel veel kon brengen van hoe gaan we het neerzetten, onze ploeg neerzetten ten opzichte van een ploeg die misschien op papier beter is. Ja. En ja, soms gaan dat soort dingen in het voetbal en heeft misschien Jan dat zelf ook wel zelf ingezien. Ja. Dat was gewoon een hele nuchtere man die dat volgens mij zelf ook wel zag. Ja. En die gewoon, want dat zie je, die heeft bij heel veel clubs volgens mij, die heeft die kortstondig gewerkt. Ja. Maar wel ploegen kampioen gemaakt. Ja, wel interessant hè, zo die trainers, verschillende soorten trainers. Nou, als je dat rijtje afmaakt wie we allemaal hebben gehad. Ja. Totaal verschillende types. Ja. En allemaal hadden ze wat. Ja. Ja. Roeland kwam daarna. Ja. Ligt het qua type trainer het dichtst, denk ik, bij mijn hart, zeg maar. Qua hoe ik het voor me zie, het spelletje. Ja. Ik heb dat op andere vlakken weer heel veel van geleerd. Weet je, daar hadden we geen warm-up. We begonnen wel met een rondo. Dat was de warm-up. Dat was de warm-up. Ja. En dan, ja, het is misschien stom om te zeggen, maar uit zo'n rondo kun je al heel veel halen, vind ik. Dan kun je al als trainer kun je bepaalde dingen aanreiken, waardoor jongens op een andere manier naar een positiespel gaan kijken. Ja. Dus, dat is dan het eerste seizoen in de topklasse. Ja, dat was een heel mooi seizoen ook. Ja, prachtig seizoen. Jammer achteraf dat we niet bij de eerste 7 toen zijn geëindigd. Ja, dan, anders was het anders gelopen, denk ik. Dan hadden we ons nog meer door kunnen ontwikkelen. Ja, klopt. Heb ik het idee. Ja. Toen was het, Ali was echt. Ik kan me herinneren dat die jongens liet struikelen en liet. Die was toen dat seizoen echt geweldig bijvoorbeeld. Ja. Of in ieder geval ook in zijn assisten en zijn goals. Ja. El Haddadi. Ja. Nee, sorry, Akla. Oh ja, Akla. Ja, natuurlijk. Ja, waarom dan nog Ali El Haddadi? Ja, daar heb ik nooit. Nee. Heb jij nooit mee gevoetbald? Nee, Jan Veldhuis was hij altijd. Ja. Ja, Ali Akla. Ja, volgend jaar er weer bij. Nou, ja, ik ben benieuwd. Worden we niet slechter van? Nee, joh, zeker niet. Een goede jongen. Ja, zeker. Ja, hij viel laatst weer in bij IJsselmeervogels. En de bank maakte toen het verschil. Ja. Hè? Ja, nee. De laatste wedstrijd 3-0 geloof ik. Tegen zo. GVV, ja. 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 Weet je, dan Ali, die verstandige jongen, slimme jongen. En die weet ook gewoon hoe zich te gedragen. Dus ja. Dan val je op dat vlak sowieso gaan bellen. Ja. Ja, gewoon een harde werker en natuurlijk een hele goede voetballer. Ja, ja, zeker. Ik vind wel, hij zat altijd naast me in de kleedkamer. Ja. Dus, ben je nou de zaterdagen ook steeds weg? Of ga je nog wel eens komen kijken? Ja, nou goed, dat zal een beetje aan het speelschema van Go Ahead liggen. Ja. We spelen daar regelmatig op vrijdag. Dan hebben we een hersteltraining op zaterdag. Ja. We spelen ook wel eens op andere dagen, waardoor zaterdag de vrije dag is. Ja. Ja, en dan zal ik wel regelmatig kunnen lopen. Kunnen gaan kijken, zeg maar. We zijn er weer bijna, joh. Ja, we zijn er alweer. Heb je nog een hele korte, leuke anekdote waarvan je zegt... Nou, je hebt aardig leeggetrokken, hoe zeg. Hé? Ja. Ja. Nou, dat hoeft niet, hoor. Maar kijk, ik wil gewoon ook via deze weg, zeg maar, iedereen bedanken bij DVS. Dus ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad. Ja. En ik hoop dat morgen mooi af te sluiten. Ja, en ik dank jou voor de meerijden. Ja, graag gedaan. Ja. Het ging snel. Ja, snel hè. Ja. Ik heb bijna een half uur, het is niet te geloven. Ja. Nou, dankjewel. Hey, bedankt. Tot morgen. Heel veel succes in je leven. Komt goed. Gaan we kijken. Je hebt al een hartstikke leuk huisje, man. Hof van God. Ja, leuk. Oude Testament, dacht ik. Oude Testament? OT. Oh, Oude Testament. Oude Testament. Oude Testament. Het is Oude Testament. Ja, Hof van Oude Testament. Leuk. Dankjewel. Tot morgen. Hey, groetjes. Doei. Doei.